Hoi allemaal en welkom bij deze nieuwe video. Vandaag wil ik jullie graag inspireren om een gezonde en lekkere lunch te maken voor je kindje of jezelf. Deze bento boxen zijn van roppongi.nl en ideaal voor onderweg of tijdens een pauze op werk of school. Ze zijn vrij van BPA, siliconen en zeer voedselvriendelijk. En voor meer info verwijs ik je graag naar de beschrijving onder de video en ik wens je alvast veel kijkplezier. De Pokémon Bento Box heeft een deksel met een handig kliksysteem en een tussenstukje om je lunch van elkaar te scheiden. De roze Bento Box is een stuk groter met meer vakjes en de uitneembare tray kan je makkelijk vullen met lekkere dingen, maar je kan hem ook eventueel opwarmen in de magnetron. Ik ga beginnen met het maken van fruitspiesjes. Ik halveer een satéprikker en rijg hier stukjes aardbei, tomaatjes en druif aan. Je kunt hier uiteraard mee variëren. Dan maak ik een hartige boterham met boter, kaas en kipfilet. Ik snij wat korstjes eraf en snij het in kleinere stukken. Je kunt ook leuke figuurtjes maken door van die vormpjes zeg maar uit te drukken op het broodje. Of je kan het gewoon simpel houden. Voor de roze Yumbox maak ik diverse hapjes. Ik vul een vakje met gemengde ongezouten noten, diverse kleine tomaatjes en in het midden stop ik wat hummus, wat heerlijk is als dip voor de groenten. In het andere vakje leg ik wat druiven en ik smeer een boterham met chocoladepasta. Om het wat leuker te maken heb ik het in reepjes gesneden, opgerold en deze aan een halve satéprikker geregen. De mogelijkheden zijn eindeloos en ik zou zeggen experimenteer met diverse voeding. Wat je ook in je lunchbox kan stoppen is bijvoorbeeld popcorn, crackers met beleg ernaast, komkommer, wortel of paprika met een gezond dipsausje, stukjes avocado, een koude pasta of een gevulde wrap met zalm of kip. Mocht je zelf nou nog een smakelijke tip hebben, laat hem vooral even achter in een reactie. Eigenlijk is het maken van een lekkere lunch helemaal niet lastig en qua tijd valt het ook reuze mee. Ik heb trouwens nog een leuke kortingscode voor jullie die ik in de beschrijving zal achterlaten. En de kinderen hebben er zeker van gesmuld. Bedankt voor het kijken, vergeet niet te liken en te abonneren en ik hoop je de volgende keer weer te zien. Doei doei!